Tweede minuut. Ruud Krol. Met Meuts tegen, gestart als linksachter. Meuts tegen Lerby. Buitenspel. Buitenspel van Schoenhaker, er is voor gevlacht. Er wordt niet voor gefloten. Arnezen en Karel Boomsen gescoord dan. Ja, maar er heeft een grensrechter staan vlaggen, beste mensen. Dat is dat Draaisma dat niet wilde zien. En de grensrechter wilde nu niet meer, wil nu niet meer doen geloven dat hij wel degelijk heeft gevlacht. En dus gaat dit Ajax-feest door, nu wel, in de tweede minuut. Meuts tegen. De Lerby. Van Geel. Hoekschop. Hoekschop van Bonsing. Gerard stapt uit. Van Staveren moet dan komen. En is daar met Wijnberg. Schapendonk, handig met twee mensen. Arie van Staveren. En hij scoort ook. Nou, dat is aardig prijs. Het is ook voorkomen terecht. Vijfde minuut dat MVV de score weer snel recht trekt. Schapendonk deed het handige werk. Van Staveren was er slim bij. En scoort ook nog. 1-1 weer. Krol. Wie biedt zich aan? Schoenhaker dus. Krol. Krijgt die bal niet lekker terug. Diep gaan, want er is ruimte voor Rozen. Van Marwijk. Kerstges. Of Kwalen. Van Marwijk is vrij op rechts. Kwalen kiest een andere weg. Via Kerstges toch van Marwijk. Het loopt heel wat beter bij MVV. Dat is namelijk Kees Schapendonk en die scoort. Ja. Gewoon een prima aanval. Ajax volledig zoek in de organisatie. 2-1 is het voor MVV in de 16e minuut. Van Geel. Krol. Met Van der Poppen. En Krol nog altijd met de bal. Bonsing. Tamata. Krol Meuts tegen. Ajax in de 39e minuut. Van Geel. Hij wilde Tamata bereiken, maar die zat in een drukke buurt. Arnezen. Bus verwachtte hem buitenom. En dan in eigen doel. Kerstges. In eigen doel scoort hij die bal die zou zijn naast gegaan. Frank Arnezen dreigde buitenom, ging binnendoor, schoot, zou voorlangs hebben geschoten. Toen kwam Kerstges en die knalde in eigen doel, 2-2. Rozen, Tamata, Arnezen, Van Geel, Lerby. Ajax heeft haast natuurlijk, nu in die laatste minuten van de eerste helft. Omdat het veronderstelt dat misschien MVV wel wat wankelt naar die tegenvaller net. Die tegenvaller die eruit bestond dat Kerstges zijn eigen doel schoot. Krol, daar is Peter Gerard. Swamborn. Swamborn blij dat hij los is van zijn taak zoals hij die in het begin van de wedstrijd had. Toen moest hij spelen op Kees Schapendonk. Die taak is nu overgenomen door Meuts tegen. En Swamborn mag nu naar harte dus gaan lopen. Dat doet hij liever. Ajax in die laatste minuut van Geel. En nou, dan mag Ajax niet mopperen in die eerste helft. Martin van Geel scoort en brengt de stand op 3-2. In een helft waarin het bepaald in de beginfase erg veel moeilijkheden kende. En nu is het dan Van Geel die in de laatste minuut gewoon scoort. En daarmee kan je dan gaan rusten. Vrije trap in de tweede minuut van de tweede helft van Dijkstra. Penn speelt inmiddels bij Ajax mee. Hij kopte daar ook net. En hij is vervangen voor Swamborn. Swamborn die in de eerste helft vrij mager doorkwam. Dit is Bonsink. Dit is Penn. Lerby. En hier Van Geel.
Trauma-Mata. Martin van Geel. Lerby. Daar komt Tahamata. Ja, als iedereen gaat kijken. En dat deed iedereen bij MVV. Wachtend kennelijk op Gerards. En toen kwam Tahamata daar ineens vrij. Ingooi Wijnberg. Van Geel. Dat doet hij ook handig. Muits tegen Kopte. Kwalen is daar. Via Pen. En Van Staveren. En Schrijvers is eruit. Dit is Van Staveren. En Schapenhoek deed dat werk ondertussen. Nou. Ajax. Schapenhoek was opnieuw handig. En Van Staveren maakt het af. Na het doorzetten van Kwaden. En dat is in de 7e minuut van de tweede helft. 3-3. Ja, Ajax zit gewoon een beetje slordig te doen natuurlijk op dit moment. Kerstges, Kwaden. Krol, Kerstges, Van Staveren. Daar komt Schapendonk weer en die is de hele wedstrijd al slim bezig. Kijk ook hier van de Poppen. Doelpunt, terecht. MVV verdient zo'n voorsprong opnieuw. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen in deze wedstrijd eigenlijk. En het is weer draak in de 18e minuut van de tweede helft. Van de Poppen maakt het af en het voortreffelijke werk is ook onderweg weer van Kees Schapendonk te bewonderen geweest. 20e minuut van de tweede helft. Blanker komt erin en Tahamata, die geen pot heeft kunnen breken, gaat eruit. Van Marwijk, Rozen van Marwijk. Van Marwijk die een geheel eigen vrije rol heeft in de ploeg van MVV. En daar komt Rozen, want hij springt er aardig mee om, Bert van Marwijk. Met die vrije rol dan. Schrijvers redden, Van de Poppen. Voor de andere middenvelders betekent dat wel een extra stukje werk meestal bij MVV, zoals Van de Poppen en Kwaden. Maar nu moet Van Marwijk toch ook zelf achterin, omdat die andere het werk op het middenveld verrichten. Krol, Arnezen komt. Kan Schoenhaker. Weer niet. En Gerards nu. Droom na voor de rust die hij nu heeft. Uitroep Gerards. Meutstegen. Dankjewel, zegt Schapendonk. Schapendonk nu naar Schrijvers. En Meutstegen zelf in eigen goal. Ja, 5-3. Die uitroep van Gerards. Die jubelend in het doel van MVV staat. Komt goed uit omdat Meutstegen er nu slordig mee omspringt. En het is Schapendonk, die razend gevaarlijke spits van MVV, die het dan afmaakt met behulp dan weliswaar van Wim Meutstegen. Zo breekt hij de stand in de 34e minuut op 5-3 voor MVV. Schoenhaker. Krol. Van Marwijk. Kerstges. Van de Pop is voorin. Schapendonk is voorin. Ja, zoeken naar Van de Poppen natuurlijk. En het is weer raak. Nee, nou. 36e minuut. Van de Pop heeft de mogelijkheid om Ajax te vernederen. En laat dat verder zitten. Laatste minuut van de wedstrijd. Kerstges gooit in voor MVV. Rozen. Met Wijnberg. Nieuwe ingooi, Ajax of MVV. Bert van Marwijk doet dat. Van Marwijk met die leuke rol in de ploeg van MVV. Wat vrij aanvallend, gooit ook lekker. En Rozen scoort nog. Ajax wordt ontluisterd hier in dit stadion. In de laatste minuut scoort Rozen hier 6-3 voor MVV. En het kan dus eigenlijk niet op. Ajax vernietigt in deze wedstrijd 6-3 voor MVV. En dat zo kort voor die return tegen Nottingham Forest in de Europa Cup finale. Dat zal dus aanleiding geven om flink te praten in de komende dagen. Om uit dat diepe dal te kruipen waar Ajax nu vandaag in verzeild is geraakt.